We zijn hier vandaag bij een biologisch melkveebedrijf. En ik ga vandaag kijken hoe de melk van de koe nou in mijn glas komt en hoe ze kaas maken. Hoi. Hey. Wat hebben die koeien hier veel ruimte? Heerlijk, hè? Deze koeien zijn biologisch. En dat betekent dat ze ook wat meer ruimte moeten hebben eigenlijk als een gangbare koe. Oké, en waarom is dat? En een blije koe is lekkere melk en lekkere kaas. En de koeien, komen die ook buiten in het weiland? Ja, de deuren staan altijd open. Dus ze kunnen gewoon zelf weten of ze naar buiten willen. Ja. Maar het regent nu, dus dan zou ik ook lekker binnen blijven. En wat is dat dan? Dat is namelijk de voerrobot. Oké. Okay, en... Hij schuift het voer aan. Ja. En tegelijkertijd kan die ook voer geven. En welke producten maken jullie hier? Nou, we maken natuurlijk melk. Maar naast de melk in de fabriek maken we ook kaas. Lekkere toetjes, yoghurt, karnemel, vla. Eigenlijk maken we hier best wel veel. Oké. Okay. Zullen we de kaas gaan maken? Hartstikke leuk. Oké. Kom maar mee. Ik vind het wel erg indrukwekkend. Hoeveel liter melk zit hier eigenlijk in? We hebben hier nu momenteel 2500 liter melk in zitten. Dat is erg veel. En vandaag maken we fenegriekkaas. Ja. Fenegriek is een kruid, ja, maar het proeft naar noten. Dus je kan met deze vrommel elke kaassmaak maken die er is? Ja. Zo, dat zit erin. Als je met je hand het zo doet, ja, en we gaan het persen. Ja, dan blijft dit over. Ja. Dat is gek, het smaakt nog helemaal niet naar iets. Nee, dat klopt. Het moet nog een tijd liggen te rijpen in de koelcel en dan pas komt de smaak erin. Oké. Okay. Hier moeten we heen. Ja, en hoe heet die dat eigenlijk? De opdrijfas. Oké. Okay. Hij drijft dus de kaas naar één kant van de bak. Ja. En je ziet ook, en je kunt ook voelen, dat hij nu al hier al zit. Oh ja. Ja. Eigenlijk gooi je nou ook nog een beetje melkresten weg. Ja. Dus we willen dit gaan opvangen en dan aan de koeien te eten geven. Dus er zitten nog wat suikers in, er zitten wat eiwitten in. Dus eigenlijk is het gewoon lekker voor de koe. Nou, de kazen zijn klaar. Ze zijn al wel heel erg zwaar. Ze wegen wel bijna 15 kilo per stuk. Nou, gelukkig ben ik sterk. Ja. Zo. En nou is het een vierkante kaas. Ja. En wat doen we heel mooi? We leggen een deksel erop en dan zetten we hem onder de pers. En de pers, die drukt hem helemaal rond. Kijk. Hier heb ik de heerlijke kaas voor je. Ja. En nog een eigen gemaakte boerenyoghurt. Oké, nou dan neem ik die mee voor mijn menu. Veel succes. Ja, bedankt. En eet smakelijk. Ja, heel erg bedankt dat ik hier mocht zijn. Eet smakelijk. Bedankt. We hebben een mooi inkijk gekregen hoe je nou van melk kaas maakt. Oh, tot morgen.